Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk je te kijken naar de video van 7 uur hier op Doe Maar Gamen. Survival Island! Yeah bitches, het is terug! Ik hoor jullie waarschijnlijk nu allemaal denken, Job, het is terug, what the fuck, waarom is het geen DMG Server Survival? Nou, ik zal jullie even vertellen. Jullie weten allemaal dat ik de DMG Server Survival, of nee, jullie weten allemaal dat ik Survival Island had vervangen voor de DMG Server Survival. Er waren uiteraard mensen die dat leuk vonden, maar er waren echt enorm veel mensen die Survival Island missen. Die zeiden, ja maar Job, je was net zo ver, je had net episode, of je was net bij dag 40 of bij dag 50 zowat, en dan ga je stoppen, dat vinden we niet leuk, je had net dieren, je had net dit, je had net dat. Ik begrijp jullie, we hadden net Diamond, we hadden net de dieren, we waren allemaal blij en dan stop ik er opeens mee. Jullie vonden dat niet leuk, jullie misten Survival Island. Dus ik heb Survival Island vervangen door de DMG Server Survival. Nu hoor ik jullie denken, Job, waarom gaat de DMG Server Survival nu stoppen? Het gaat niet stoppen, alleen het gaat door gewoon op andere dagen. Er zal een keer zo nu en dan een keer een DMG Server Survival tussendoor komen. Alleen dat wordt dan geen dagelijkse serie meer. De dagelijkse serie die op Doe Maar Gamen is en die op Doe Maar Gamen blijft is Survival Island. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik moet zeggen, het was wel even een twijfelgeval. Ik moest wel twijfelen. Ik dacht, nou ja, ik vind de Server Survival heel leuk. Alleen toen dacht ik, weet je, Survival Island vind ik leuker. De dieren, een beetje de sfeer, weet je, zit op een eilandje. Jullie kunnen mij challenges geven. Ik mis het gewoon heel erg. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik niet helemaal erbij was toen ik die keuze maakte. Ik dacht zo van, hey, ik heb een server. Waarom ga ik niet in de Server Survivalen dagelijks? En dat was gewoon niet slim. Ik had gewoon beter er goed bij na kunnen denken en kunnen denken van, weet je, de kijkers vinden de DMG Server Survival leuk. Dus dat moet ik ook blijven doen. Dus bij deze. Ik ga er gewoon lekker mee verder. En ik hoop dat jullie het allemaal weer leuker vinden. Nou, we gaan gewoon ophouden met het praten over waarom dit weer terug is. En waarom het niet terug is. En waarom papa. We gaan gewoon lekker verder waar we waren gebleven. Dat is hier. En wat ik als eerste even ga doen, is de koeien proberen te fokken. Want we moeten natuurlijk zoveel mogelijk... waarom komen ze niet? We moeten natuurlijk zoveel mogelijk dieren hebben. Want hoe meer dieren we hebben, hoe meer uiteindelijk we kunnen killen. En hoe meer we kunnen killen, hoe meer leer we hebben. En hoe meer leer we hebben, hoe meer boekenkasten kunnen maken. Nu hoor ik jullie denken, ja maar Job, je hebt dus al bijna 20 levels. Dat is al best wel veel. Als je bijna 30 levels bent, wil je gaan enchanten. Waarom ga je nou niet bezig met het maken van een enchanting table? Dat zou inderdaad wel kunnen. Alleen daarvoor heb ik eerst wat anders nodig. En dat is een diamond pickaxe. Want daarmee kan ik dan obsidian gaan hakken. En naast die diamond pickaxe heb ik nog meer diamond nodig om uiteindelijk de enchanting table te kunnen maken. Dus dat is wat we deze episode gaan doen. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Of heb ik nog obsidian? Oh, ik heb nog obsidian. Maar dat betekent dat we dus eigenlijk gewoon al de enchanting table kunnen maken wanneer we genoeg koeien hebben. Want als we genoeg koeien hebben, dan killen we er gewoon één. Dan krijgen we leer en dan kunnen we daarmee de enchanting table maken. Yes! Oké, super vet. Nu moet ik alleen even kijken waar ik de enchanting table uiteindelijk wil gaan maken. Dat moet ik natuurlijk ook nog even bedenken. Het lijkt me wel een leuk plan om hem gewoon buiten te gaan maken. Gewoon niet in een speciaal huisje, maar gewoon zeg maar... Ja, lekker buiten. Dat je er gewoon lekker naartoe kan lopen zonder weer allemaal deuren in te moeten. Dat lijkt me wel een goed plan. Dus waarom maak ik het niet gewoon op de steiger? Want we hebben natuurlijk... Of op de haven. Want we hebben natuurlijk... of we zijn natuurlijk de afgelopen episodes. Dat is natuurlijk nu alweer een week geleden. Maar vorige week zijn we alle episodes wel bezig geweest met het maken van deze prachtig mooie steiger. Slash haven. Gewoon, ik vind het vet. Dus wat ga ik doen? Ik ga het volgende doen. Ik ga er gewoon voor zorgen dat ik hiervan een... dat ik hier ergens een nog een groter plateau ga maken. Waar ik dan uiteindelijk die enchanting table op kan gaan bouwen. Dat lijkt mij persoonlijk een goed plan. Alleen dan moeten we dat wel doen met normaal hout. En niet met slabs. Want anders kan het zeg maar niet. Dus dan moeten we eerst even lekker veel hout hebben. Dan ga ik dat daar allemaal neerzetten. En dan gaan we daar de enchanting table maken. Dat lijkt mij persoonlijk wel een heel goed idee. En dan kunnen we gewoon gaan enchanten. En wat ik uiteraard wil gaan enchanten is dit ding. Nou, wel nieuwe natuurlijk, want deze is al bijna kapot. Maar ik wil uiteindelijk bij vissenhengel gaan enchanten. En nu hoor ik jullie denken, ja maar Job, een vissenhengel, waarom zou je dat willen? Nou, ik heb dus nog geen één keer een vissenhengel geenchant. En omdat 1.7.2 dus een nieuwe update heeft waarbij je vissenhengels kan enchanten. En betere treasures en shit kan vangen. Je kan namelijk bijvoorbeeld een bow vangen met hele goede enchantments. Je kan name tags vangen, je kan saddles vangen. Leek het mij wel een leuk idee om gewoon dit met level 30 te gaan enchanten. Maar daarvoor hebben we spullen nodig. Heel veel spullen. Waar ik mee wil beginnen is om eerst even een nieuwe vissenhengel te gaan maken. Die ik dan over een paar episodes wil gaan enchanten. Dus ik ga eerst kijken. Hebben wij genoeg strings? Niet. Dat hebben we gewoon totaal niet. Oké, dan ga ik eerst even papier maken. Zo, dat hebben we uiteindelijk namelijk nodig. Willen we iets ermee kunnen doen. Zo. Oké, we hebben naar mijn mening genoeg papier. En we hebben ook nog suiker. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar dat hebben we wel. Oké, dat is niet zo heel erg. En het enige wat we nu eigenlijk nog nodig hebben is heel veel leren. En dan kunnen we gaan beginnen. En heel veel hout. Want we hebben natuurlijk hout nodig om boekenkasten van te maken. Dus ik ga even wat hout verzamelen. En ja, Survival Island is dus gewoon terug. Ik ga ook even iemand uitkiezen voor de Wall of Fame. Dat zou ik eigenlijk, was ik eigenlijk nu even vergeten. Maar dat moet ik nog wel even gaan doen. Dus ik moet even helemaal teruggaan in mijn videolijst tot vorige week. Want vorige week heb ik natuurlijk de laatste episode geüpload van Survival Island. Dus ik ga heel even kijken of ik die nog kan vinden. Waarschijnlijk wel.
Voor alle mensen die de DMG Server Survival leuk vonden, mijn excuses. Maar de meerderheid die miste Survival Island heel erg. En ik wil natuurlijk voor de meerderheid stemmen. Of ik wil natuurlijk gaan voor de meerderheid. En ik weet zeker dat de kijkers van de DMG Server Survival dit ook heel erg leuk vinden. Want dit komt ook gewoon dagelijks. Dus vandaar. Oké. Degene die ik op de Wolfemo ga zetten is Doer Gamer Lovertje. Ik weet niet hoe ze in het echt heet, maar het is echt een hele trouwe kijker van Doer Gamer. Ze laat altijd reacties achter, of hij laat altijd reacties achter. Ik weet het niet. Maar ik ga haar op de Wolfemo zetten. Doer Gamer Lovertje heet ze. Het zou wat leuker zijn als ik echt haar echte naam op de Wolfemo kan zetten, maar die weet ik niet. Dus ik ga het gewoon even als DMG Lovertje op de Wolfemo zetten. Heb ik nog Sykes? Nee, die heb ik niet meer. Tenminste, die heb ik op dit moment even niet bij me. Misschien heb ik ze wel ergens in de chest zitten. Ga ik heel even voor kijken. Nee, die heb ik niet bij hem. Oké, wat ik dan even ga doen, dan ga ik even snel wat hout hakken. En dus Survival Island is weer terug. Als jullie nog leuke challenges hebben voor de volgende episode, laat het hier beneden even weten. In de comments ook hartstikke leuk vinden. En uiteraard moet ik de komende episodes druk bezig gaan met het verzamelen van leer. Zodat ik uiteindelijk een Shalmic Table kan maken. En ik moet natuurlijk even de plek maken waar ik de Shalmic Table wil hebben. Want ik vind het wel heel erg leuk. Ik bedoel, lekker enchanten. Ik ben echt heel erg benieuwd wat voor dingen we met die vishengel kunnen gaan vangen. Ik vind het namelijk al heel erg leuk om gewoon te gaan vissen zonder enchantments op een vishengel. Dus ik vind het al helemaal leuk om te gaan vissen met enchantments op een vishengel. Want misschien vangen we dan wel hele zeldzame dingen. Hebben we trouwens een name tag gevangen? Ik geloof het wel. Dat hebben we toch laatst gedaan? Ik weet het niet meer zeker. Ik geloof dat we laatst een name tag hebben gevangen. Dan kunnen we namelijk onze dieren een naam gaan geven. Het lijkt me wel leuk om ons paard een naam te gaan geven. Want we hebben namelijk twee paarden. Daar kunnen we vrij weinig mee. Maar het is wel leuk om te hebben. Dus misschien gaan we die wel een naam geven uiteindelijk. Maar eerst ga ik even wat van die signs maken. Zo. Zo. En zo. Doe maar gamen. Oh, moet ik natuurlijk wel goed doen. Gamen lovertje. Je zet op de Wall of Fame gewoon om het feit dat jij altijd likes en leuke reacties achterlaat. Stel, je hebt ook een trouwe Doe maar gamen kijken. Jij wil ook graag op de Wall of Fame. Laat dan even een leuke reactie achter hier beneden in de comments. En misschien nodig ik jou wel uit om op de Wall of Fame te komen. En alsnog kun jij kans maken op de Doe maar gamen server in feite. Wat je daarvoor hoeft te doen is gewoon even in de comments achter te laten waarom jij vindt dat jij op de Doe maar gamen server moet komen. En wie weet stuur ik jou wel iets P en dan ben jij gewhitelist. Laat natuurlijk wel even je Minecraft naam erbij weten. Anders kan ik jou natuurlijk niet whitelisten. Dat is wel heel logisch, dus dat moet je wel even doen. Maar voor de rest moet je gewoon even in de comments achter laten waarom jij op de Wall of Fame wil. Of waarom jij een server in feite wil. De kans dat je op de Wall of Fame vond is natuurlijk wel groot en dat je een server invite krijgt. Want er kunnen maar een bepaald aantal mensen in de server. Dus ik zou eerder een reactie achterlaten dat je op de Wall of Fame wil komen. Want die kans is vrij groot. Dan dat je een reactie achterlaat dat jij op de Wall of Fame wil. Of dat jij, sorry, in de Doe Maar Gamer server wil. Want die kans is vrij klein. Maar even to the point. Oh, kijk, onze meloenen zijn klaar. Episch. Dat vind ik wel chill eruit zien. Zo. Ik laat het gewoon even zo staan. Want dit vind ik er wel mooi uitzien zo. Vind ik wel wat hebben. Kut, wat doe ik nou? Dus één meloen weg. Ja, geen probleem. Wat ik even ga doen. Ik ga even wat meer hout verzamelen. Zodat ik even een plateau kan maken. Waar ik uiteindelijk de enchanting table wil. Want ik wil uiteindelijk kunnen enchanten. En ik wil natuurlijk een vishengel gaan enchanten. Tenminste, daar wil ik mee beginnen. En als we uiteindelijk weer heel veel XP hebben. Dan wil ik gaan enchanten. En pickaxe. En daarna een zwaard. En daarna armor. En daarna et cetera, et cetera. Super chill. Maar we moeten eerst nog even wat strings hebben voordat we deze vishengel kunnen gaan enchanten. Dat is wel het nadeel. Oh, we hebben één string. Nog één string en dan kunnen we dat gaan doen. Nou, dan kunnen we net zo goed even wachten tot het nacht is. De opties staan namelijk op normal, of op hard zelfs. Op normal. En dan komen de mobs en dan gaan we wat spinnen killen. Kunnen we vishengels maken en dat komt helemaal goed. Maar eerst moeten we dus die koeien blijven fokken de hele tijd. Want anders kan het niet goed komen. Kijk, je kunt ze echt super vaak fokken, die dingen. Dat is echt een voordeel. Jij en jij ook nog. Kijk, heel veel mensen doen dat pas echt elke episode één keer. Maar je moet gewoon echt elke episode kun je minstens 3 of 4 keer die koeien fokken. Als je dat nou ook echt doet, dan, ja, dan krijg je gewoon veel meer koeien en shit. En dat is natuurlijk super fijn. Dus vandaar, dat moet je gewoon echt doen, mensen. Als jij een survival serie doet, of jij survivalt voor de lol, je moet die koeien, kun je echt een stuk of 3, 4 keer per dag fokken. Dus doe dat ook. Of per episode, dus eigenlijk per 20 minuten, à kwartier. Dus daar moet je ook gewoon gebruik van maken. Want ik doe het normaal, deed ik het ook altijd elke episode één keer. Maar dan gaat het enorm langzaam en dan kom je niet aan genoeg leer. Want we hebben dus echt enorm veel leer nodig. Eerst ga ik ook even die kippen fokken. Dat moeten we ook nog even doen. En dat ga ik dus ook even doen. Hoppakee. Zo, waar zijn die kippen? Die zijn hier. Kippenseks. Fokkie, 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 fokkie. Oké, ik ga nog even door met het omhakken van die bomen. Zodat ik zo meteen even een plateau kan maken voor de enchanting table. En als jullie nou nog een leuke challenge hebben voor iets wat ik de volgende episode kan gaan doen. Want voordat ik kan gaan enchanten heb ik veel meer koeien nodig. En in de tussentijd wil ik natuurlijk ook nog andere leuke dingen gaan doen. Dus als jullie nog een leuke challenge hebben die ik de volgende episode kan voltooien. Laat het me hier beneden weten in de comments. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En misschien, misschien voltooi ik hem de volgende episode wel hier in Survival Island. Dat zou ik super chill vinden. En als het nou echt een hele leuke challenge is, geef ik je misschien ook wel gelijk een shout-out. I don't know. Dan moet het wel echt een hele leuke challenge zijn. Misschien is het wel een hele leuke challenge. Ik ben sowieso nog druk bezig met het bouwen van de haven. Ik ben nog druk bezig met het bouwen van een enchanting room. Of eigenlijk van een enchanting plek. En ik moet natuurlijk nog allemaal kooien gaan maken voor bepaalde dieren. Want we hebben natuurlijk nog lang niet genoeg kooien. We willen namelijk nog asselots moeten we nog gaan fokken. We moeten nog wolven gaan fokken. Paarden gaan fokken. Biggen gaan fokken. Daarvoor eerst een carrot nodig. Maar jullie snappen het idee. En daar moeten we dus nog allemaal druk mee bezig gaan.
Maar daar hebben we nog genoeg tijd voor. Want Doe Maar Gamen. De Server Survival. Ik ben even in de war. De Survival Island serie op Doe Maar Gamen is dagelijks. Dus we kunnen elke dag weer een kwartier bezig gaan. Met het uitbreiden en het mooier maken van dit eiland. En zo kunnen we uiteindelijk de map download gaan doen. Waarbij jullie kunnen genieten van een prachtig mooie Survival Island map. Maar dat is nog lang niet aan de orde. We moeten eerst proberen zoveel mogelijk vette dingen te gaan bouwen hier in deze map. Of in deze serie eigenlijk. Wat ik ook nog heel graag zou willen hebben is een soort van villa. Want we hebben natuurlijk wel een mooi huis. Maar ik wil sowieso wel een keer een mooier huis. En we moeten nog eens een keer onze farm iets mooier gaan maken. Maar wat het belangrijkste is op dit moment is dat we even gaan enchanten. Dat is echt heel belangrijk. Want dan kunnen we een vishengel gaan enchanten. En dan kunnen we allemaal treasures gaan vangen. Want je kunt zeg maar een enchantment op je vishengel krijgen. Genaamd Luck of the Sea. Geluk van de zee. En dan kun je allemaal vette dingen vangen. Allemaal hidden treasures. En dan moet je denken aan name tags, saddles, een Bianca, dat is een hele goede boom met heel veel goede enchantments. Die kun je ook wel vangen als je geen enchantment vishengel hebt. Alleen dan is de kans veel kleiner. Dus daarom wil ik graag mijn vishengel gaan enchanten. De volgende episode of die episode daarop. Ik weet niet wanneer, maar dat komt waarschijnlijk wel goed. Dus, ik ga even hier naartoe. We hebben genoeg hout nu. Ik ga heel even wat shit dumpen hier zo. Zo. Oké, we hebben genoeg hout om even een plateau te gaan maken. Ik kan het ook gewoon hier zo gaan doen. Zul ik het anders hier gaan doen? Nee, daar zitten natuurlijk die sugarcanes in de weg. Hier. Zul ik het hier? Ik ga het gewoon hier doen. Prachtig mooie plek voor een charming table neer te zetten. En de creeper of de, hoe heet dat? De mob griefing staat uit. Dus als er een creeper bij zou ontploffen, is er nog steeds niks kapot. Dat vind ik dus zo fijn aan mob griefing dat het uitstaat. Dan kunnen we dus gewoon een charming table en andere leuke dingen gewoon buiten bouwen. Want dan kan het toch niet kapot gemaakt worden door creepers. Dat is super chill. Zo wil ik het ook houden. Zo. En als we zo meteen heel erg veel koeien hebben, dan kunnen we dat leer ervoor gaan gebruiken. Om een charming table te gaan fixen. Super chill. En dat vind ik best wel heel erg fijn. Dus dat ga ik ook zeker weten doen. Even kijken. Zo. Hoppakee. Ja, het gaat tot nu toe best wel goed. We hebben al een ruime plek voor een enchantment table. Moet natuurlijk wel echt een groot plateau zijn. Want anders hebben we niet genoeg plek. En wat we ook nog even de komende episodes moeten gaan doen. Is gewoon even genoeg kooien maken voor dieren. Want we hebben natuurlijk nu al kip en koeien. Naar mijn mening de twee belangrijkste mobs die je kunt gaan spannen. Of die wij kunnen gaan spannen. Maar wat ook nog wat chill zou zijn is om honden te hebben. Dat lijkt me ook wel grappig. Die kunnen we zeg maar met bones kunnen we die uiteindelijk gaan breeden. Of nee, niet gaan breeden, maar dan kunnen we ze uiteindelijk gaan temmen. En dan hebben we honden en die helpen je met vechten. En dat is ook wel super chill. Dus dat wil ik ook nog even gaan doen. Kijk, dit gaat ook best wel goed. Zo. Moet alleen even ruim maken. Even lekker groot. Even kijken. Zo. Hoppakee. Ja, dit is wel groot genoeg. Dus alleen ik vind het altijd fijn om... je kunt beter een te veel ruimte hebben dan te weinig ruimte, naar mijn mening. Want wanneer je te weinig ruimte hebt, dan past het niet. En dan moeten we moeite doen. En dat willen we niet. Dus vandaar. Even kijken, zo. Hoppakee. Oh, even kijken. En als jullie nou nog leuke tips voor mij hebben, of jullie hebben nog leuke challenges, laat het hier beneden weten in de comments. Ik zou alleen maar leuk vinden, want hoe meer challenges, hoe meer zin ik krijg om nieuwe episodes op te nemen van Survivor Island. Dat was ook een klein beetje de reden waarom ik de vorige keer gestopt was met Survivor Island een week geleden. Omdat er gewoon niet zo heel veel leuke challenges zijn. En als er weinig leuke challenges zijn, dan weet ik ook niet wat ik moet gaan doen. Natuurlijk weet ik het nu wel, want we moeten nog dieren gaan breeden. We moeten nog een charming room maken. We moeten nog enorm veel vette dingen doen. Dat komt ook allemaal wel goed, alleen ja, dat moet allemaal nog wel gebeuren. En we hebben enorm veel sugarcane. Dat hebben we, zoveel sugarcane hebben we eigenlijk niet eens nodig. Fuck jou, creeper. Of creeper. Skeleton. Fuck jou, skeleton. Niemand mag jou. Skeleton. Fucking retarded. Ik heb trouwens gewoon een bow. Hoe heet dat? Een diamond sword bij me. Dus ik had hem net zo goed even kunnen killen. En we moeten even wat van die spiders killen. Dan krijgen we namelijk nog even wat strength. Want als we uiteindelijk een vishengel willen gaan enchanten, moet ik natuurlijk wel een nieuwe vishengel gaan enchanten. Niet eentje die al heel vaak gebruikt. Dat is een beetje zonde. Dus vandaar. En dat moeten we ook nog afmaken. Dan moeten we ook even de komende episodes gaan doen. Dat zeg maar dit werkt. Dat we zeg maar heel erg makkelijk van het ene eilandje naar het andere eilandje kunnen. Zo. Hoppakee. En dan moet ik ervoor zorgen dat ik wel blijf eten. Want als ik niet ga eten, dan ga ik dood van de honger. Dat is ook niet cool. Dus vandaar. Hoppakee. Zo. Dit werkt ook aardig. Als je hierop klikt, dan gaat hij gewoon heel erg snel naar voren. En hij heeft een boog gedropt. Ah, die boog is bijna kapot. Maar ja, hij heeft er wel eentje gedropt. Hoi. Ha. Chill. Wat moeten we nog meer gaan doen? Ik denk dat het handig is om gewoon nu even het plateau af te gaan maken waar de enchantment table moet gaan komen. Maar misschien moeten we eerst even gaan slapen. Want we hebben namelijk nu toch nog geen nieuwe vishengel nodig. Pas als de enchantment room er is. Of eigenlijk de enchantment table, die we nog lang niet hebben. Want we hebben nog ineens genoeg leer. Dus laten we eerst even gaan slapen. En als we dan wakker worden, gaan we weer verder. Eerst even wat dingen boeien er weer. Kijk hoe vaak je dat kan doen, man. Je kan het zeker weten wat 3-4 keer per episode doen. Heel veel mensen doen dat niet. Dat is echt dom. Want op die manier loop je dus heel erg veel van die koeien mis. Die je uiteindelijk had kunnen hebben wanneer je ze boeide. Want nu heb ik zo meteen echt, na deze episode heb ik misschien wel 15 koeien. Dat betekent dat ik de volgende episode misschien wel weer 20 koeien heb. En die episode daarna misschien wel 40. Uiteindelijk gaan we er dan gewoon een stuk of 35 killen. En dan hebben we genoeg leren om er een shunning boom van te maken. En dat is een beetje hoe ik het wil fixen.
De overbelichting zou een klein beetje te pas kunnen komen. Dat komt omdat ik zeg maar... Het is al heel snel donker. Dat is echt kut. Dat is dus sinds kort zo. Ah, dat is weer de tijd van het jaar waarbij het heel snel donker wordt. En dat komt er dus door dat de webcam een klein beetje overbelicht zou kunnen zijn. Sorry daarvoor. Maar ja, daar kan ik dus vrij weinig aan doen. Ik moet even wat dingen gaan dumpen. Zo. Hoppakee. Kan ik al een shaming table gaan maken? Nee, nog niet hè. Nee, nog niet. Wat heb ik allemaal nodig? Een bel heb ik nodig. Hout heb ik nodig. Vishengel heb ik nodig. Eigenlijk wel een traditie is het gewoon dat ik elke episode even mijn vishengel in de zee ga gooien. Om even te kijken of het leuk zou vangen. Er is namelijk uiteraard kans dat ik een hidden treasure vang. De kans is wel heel klein zonder een shaming vishengel, maar het kan wel. De kans is... Oh ja, what the fuck? Oh ja, dat was ik vergeten te zeggen. Ik geloof dat ze, omdat het bijna Halloween is, hebben ze geloof ik eraan toegevoegd dat al die dingen van die pumpkins op hebben. Dat is wel grappig gedaan. Ook alweer heel retarded, maar... Zo, nice. We hebben bones. Kunnen we de boel sneller van laten groeien. Ik zou niet weten waarom we dat zouden willen, maar het kan dus wel. Super fijn. En dat is eigenlijk wel alles. We moeten wel een beetje blijven eten, want als we niet gaan eten, gaan we dood. Wat mij een slim idee lijkt, om gewoon even snel wat brood te gaan maken. Want zoveel wheat hebben we namelijk niet nodig. 10 brood, dat is genoeg. Kun je ze nou nu weer breeden, omdat het nu alweer een nacht is geweest? Zou dat kunnen? Nee, dat kan niet. Dat is ook wel logisch, want dan zou je echt elke keer kunnen blijven breeden. Het is ook wel weer chill zijn, als gewoon de koeien echt elke keer kan breeden. Maakt niet uit hoe vaak je het achter elkaar dat het gewoon kan... Ja, dat het gewoon blijft kunnen. Het zou wel heel erg chill zijn, maar het zou ook wel weer minder leuk zijn, denk ik. Want op die manier heb je in één keer dan 50 koeien of zo. Maar dan zou je wel sneller kunnen enchanten. Dat zou wel weer chill zijn. Laat even in de comments achter of jullie iets hebben in Minecraft wat jullie anders zouden willen. Stel voor, misschien is het wel dat creepers geen damage meer doen. Of dat dit en dit. Maar laat even in de comments achter of jullie dingen in Minecraft zien die jullie anders zouden willen hebben. Misschien is het wel logs die te langzaam doorgroeien. Of dat bomen sneller moeten groeien. I don't know. Laat het hier beneden weten in de comments. Welke dingen in Minecraft zouden jullie anders willen zien? Ik ben heel erg benieuwd. Nou, hier gaat uiteindelijk de enchanting table komen. Super chill. En dan moeten we alleen nog even doorgaan met het maken van de haven. Want die is nog lang niet af. We moeten echt eens even de volgende episode gaan doen. En we moeten nog heel even wat meer ventures gaan maken. Want we moeten natuurlijk even een nieuwe kooi gaan maken. Fuck jou, creeper. We moeten even een nieuwe kooi gaan maken voor de biggen. Of voor de paarden. Paarden is ook wel chill. Hebben we trouwens horse armor? Ik geloof het niet. Nou, dat zien we wel. 2 ocelots. 2 sheeps. Kut, ik heb net van die bones heb ik boomnieuw gemaakt. Had ik beter kunnen bewaren. Oh, dat is dom. Ah, nee, ja, boeien. Wat moeten we doen? Oh ja, we moeten heel erg veel ventures maken. Zo. Hoppakee. 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 Zo. Hoppakee. Nu hebben we genoeg ventjes om mee te gaan beginnen. En dan moeten we even kijken waar we dat gaan doen. Want ik wil natuurlijk nu weer een nieuwe kooi erbij maken. Maar waar gaan we dat doen? Dit is de kippenvorm. Die ik trouwens ook weer even kan laten breeden. Dan ga ik dat ook maar even doen. En dan moeten we eigenlijk nog even een ocelot farm moeten we hebben. Dus een zeg maar... Hoe breed jij eigenlijk ocelot? Jullie weten wel zeg maar die ocelots. Die dingen die je uiteindelijk huiskatten van kan maken als je ze vis geeft. Hoe kun je die breeden? Laat me dat hier beneden even weten in de comments. Dan kan ik daar eventueel volgende episode mee gaan beginnen. Lijkt mij een strak plan. Ik ga heel even die kippen breeden. En wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze nieuwe episode van Survival Island. Vond je dit nou een leuke episode en wil je dat dit blijft komen op Bloomer Gamen? Zorg dan even voor de 500 groene duimpjes. Dat zou ik hartstikke tof vinden. En deel deze video even met je vrienden via social media. Laat hier beneden in de comments zeggen waarom jij vindt dat jij op de Wall of Fame wilt. Of waarom jij vindt dat jij in de Bloomer Game server wilt. Dan gaan wij de volgende episode bezig met het boeien van alle dieren. Met het maken van de kooi voor de ocelots. En misschien wel met het enchanten. Ik weet het niet. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer terug met een nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Later.